Hoi, welkom bij Wat, de videoserie van Peugeot, waarin we alle vragen en onzekerheden omtrent elektrisch rijden beantwoorden en wegnemen. Mijn naam is Yvette van Automeisje en naast me zit Paul, Peugeot-expert. En wij gaan jullie samen meenemen in de wereld van elektrisch rijden. Laten we beginnen bij de basis. Want waar moet ik aan denken of wat moet ik onthouden of vermijden als het gaat om elektrisch rijden? Nou, kijk, drie do's en drie don'ts voor je. De eerste do is plan je reis. Door je reis te plannen middels het navigatiesysteem kun je rijden van laadpunt naar laadpunt en ook makkelijk grotere afstanden overbruggen. Dus voorbereiding is belangrijk. De voorbereiding is erg belangrijk inderdaad, ja. De tweede do heeft met temperatuur te maken. Het is namelijk mogelijk om de auto te verwarmen of te koelen op het moment dat de auto nog aangekoppeld zit aan de laadpaal. Zo spaar je dus weer energie als je onderweg bent. Absoluut, want tijdens het rijden kost het koelen of het verwarmen van de auto kost energie en heeft dus weer invloed op de actieradius. De derde doel is anticiperen het verkeer. Je rijstijl heeft direct invloed op de actieradius. Een forse rijstijl met flink accelereren heeft een negatieve invloed. Nou, dat bedoel ik dus. Het mag niet. Het is wel gelijk de eerste don't. Fors accelereren kost actieradius. De tweede don't heeft met het remsysteem te maken. Op het moment dat je ziet dat in de verte een verkeerslicht op rood gaat, is het voldoende om het gas los te laten. En zul je merken dat in tegenstelling tot een auto met een verbrandingsmotor, een elektrische auto veel sterker afremt op de motor. En daarmee win je energie terug. Het remsysteem gebruiken kost energie. De derde don't heeft met snelladen te maken. Het snelladen heeft namelijk best een grote impact op de batterij. En het is eigenlijk bedoeld om maar af en toe de batterij bij te laden. Het beste is om via een laadpaal thuis of een openbare laadpaal de batterij op te laden. Daarbij kost het laden via een snellaadstation veel meer dan het laden thuis. Bedankt voor het kijken naar aflevering 2. In aflevering 3 gaan we het hebben over de laadmogelijkheden. Dus ik hoop dat je dan weer kijkt.